Leden van de Nationale Assemblée hebben gisteren hun bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen binnen het onderwijssysteem van het land. Diverse leden vroegen aandacht over de bezorgdheid van de samenleving, voornamelijk over leerjaar 10. NDP-parlementariër Melvin Bouva zei dat het licht waar de overheid naartoe koerst binnen het onderwijs onduidelijk is. Ik denk niet dat het gezond is om zo het leerjaar te beginnen, af te sluiten en te beginnen. We kennen de klachten met betrekking tot leerjaar 10. We vragen daar dringend aandacht voor. Laat er duidelijkheid komen, nog meer duidelijkheid naar met name de schoolleiders, de leerkrachten, de leerlingen toe. Wat hun positie is, voorzitter. Laat er ook duidelijkheid komen over het nieuw systeem. En gaat mensen zeggen, ja, we hebben gesproken. Maar onvoldoende als er nog zoveel klachten zijn. Voorzitter, ik word overspoeld. En bijna kwalijk genoemd dat we hier in het parlement niet de ruimte krijgen om met de regering hierover in discussie te gaan, voorzitter. Meermaals is ons beloofd, en ook door u, dat we hier een themavergadering gaan houden, waar de themavergadering blijft met Joost. Waar de minister blijft om ons hier verantwoording af te leggen met Joost, voorzitter. Met onderwijs experimenteren we niet. Zijn collega van de coalitie, Aziz Kumar Gayadin, benadrukte ook de bezorgdheid over ouders over leerjaar 10. Ouders en kinderen weten niet wat zij moeten doen met het resultaat van de toets die ze hebben gemaakt. Het is een nieuw systeem, maar ik denk dat het niet alleen aan voorlichting ligt, voorzitter. Maar ik denk dat wij naar oplossingsmodellen moeten kijken om alsnog de kinderen te accommoderen. De DNA-leden spraken gisteren tijdens een nationale vergadering in de Nationale Assemblée.